Nou, dat was de dikke voor elkaar show, Siep, hè? Dat was hem, hè? Staanslot. Ja. Oké. Okay. Volgende keer bij ons. De 10 kilowatt zender is voor de middengolf. Als die bovendek gaat de kabel via de kajuit van Paul van der Lucht, gaat die naar de zender. Dit kabel die hier ophangt. Als die er volgend jaar nog hangt, dan gaat het goed komen. De Belgische platte knoop gaat erop. Linkshandig. Zo. Dat zijn de. We gaan even kijken in het kantoor van Paul van der Lucht. Rookpluim die na die explosie ontstond was zo groot dat hij op beelden van de neerslagradar van het KNMI was te zien. Duidelijk een grote vlek te zien, geen neerslag, maar het was rookpluim die van ver in de omgeving te zien was. Die enorme rookpluim die vrijkwam bij de explosie op de vuurwerkopslagplaats.